Okay. Wat moet er volgens u echt gebeuren in de sector die de sector vooruit zal helpen? Ja, we moeten een aantrekkelijke sector creëren. Nu lopen de mensen heel vaak weg na 5 jaar in de sector naar andere sectoren. Dus als je, het is een heel zware sector met heel moeilijke uren, een moeilijke verhouding tussen gezin en privé. En je kan dat maar oplossen als je voldoende verloont en als je ook voldoende handen hebt. Dat is de spiraal die we moeten omkeren. Vorig jaar stond u ook al op straat op 13 juni. U staat nu terug op straat. Wat als de regering niet zal luisteren naar jullie eisen? Ja, het is heel duidelijk. De federale regering die luistert momenteel niet als we de nota zien. Daar is niks voor het personeel voorzien. En dat is eigenlijk onaanvaardbaar. En dat is het signaal die we vandaag blijven geven. We hebben in het verleden bewezen als Social Profit dat we kunnen blijven drukken. En we zullen blijven hier staan. Altijd maar met meer tot er oplossingen komen. Waarom komen jullie vandaag op straat? Ja. De boodschap van duizenden werknemers uit zorg, welzijn en cultuur is heel duidelijk. Hè. Zij verwachten dat alle regeringen investeren in meer personeel, een beter statuut, betere loon- en arbeidsvoorwaarden en werkbaar werk. We zitten een beetje voor een dreigende zorgcrisis, ook met een dubbele vergrijzing. Hè. De bevolking wordt ouder, heeft meer complexe zorg nodig. Op termijn dreigt de zorg, complexere zorg terecht te komen op minder mensen, op minder schouders, enerzijds. Anderzijds zien we ook dat de mensen die in de zorg- en de welzijnssector werken, ook ouder worden. Hè. Meer dan een derde is ouder dan 50. Dus er moet echt wel vernieuwing komen, nieuwe mensen aantrekken, maar de jobs ook werkbaar maken. Wat de federale onderhandelaars betreft, ja, we zien ook wel dat in de Arizona-nota, voor zover dat die al dan niet nog bestaat, dat weten we niet, zaten mogelijk zaken in van besparingen op de zorg. Dat is compleet onaanvaardbaar. Maar ook zaken rond onduidelijkheid rond het nachtarbeid, die zou kunnen betekenen dat mensen minder toeslag krijgen. We gaan ervan uit dat dat niet zo ver zal komen. Dat mag echt niet gebeuren. Dit is aan de top, alleen deze vlak. Dit is aan de top, alleen deze vlak. Wij komen hier om een krachtsignaal te geven aan de verschillende overheden van dit land. We zijn met 20.000 mensen op straat nu vandaag om duidelijk aan te tonen van kijk, er ligt een tijdbom onder de non-profit sectoren. De werkdruk ligt enorm hoog, flexibiliteit is enorm. Er moet dringend iets veranderen, er moet meer personeel komen om alles op te vangen. En daarom zijn we nu hier vandaag dus. Waar nijpt het meest in de sector? Goh, ik denk dat in alle sectoren de rode lijn echt dat personeelstekort is. Mensen, er worden geen ziektes meer opgevangen, mensen moeten dubbele shifts draaien. Er wordt ook gevraagd om onder blokken uren te draaien, omdat er geen personeel meer genoeg is die kan ingezet worden. Ik denk dat iedereen gewoon op is. Waarom komt u vandaag op straat? Voor de zorg, voor een hart onder de riem, voor al de collega's van de zorg. Die zich eigenlijk krom werken om de mensen de liefde en de zorg te kunnen geven dat ze nodig hebben. En er zijn altijd maar besparingen en besparingen. En in de zorg, ze hebben ons nodig. Als corona was, dat was de zorg allemaal. En nu is het van, we hebben het geld nodig, dan zijn we niets meer waard. En kan u eens vertellen wat er fout loopt in uw sector? Wat er fout loopt? Dat ze te weinig investeren, daardoor zijn we met te weinig mensen. En de mensen die het nog met een hart doen, die kunnen het niet meer doen, want ze hebben geen tijd meer. We zijn onderbemand. Waarom komt u vandaag op straat? Omdat wij merken dat onze sector serieus onder druk staat. Verpleegkundigen moeten op een gang staan waar veel te weinig personeel is. En ik merk ook de stress. Veel te veel mensen moeten mijn stress naar het werk en wij zeggen van dat moet gedaan zijn. Kunnen we spreken van een crisis in de zorgsector? Ja, nog wel. Ik merk dat dagelijks. We krijgen het niet meer gebolwerkt. En met de plannen die nu op tafel liggen van de Arizona coalitie, gaat het enkel nog maar erger zijn. Dus er was al een crisis en het gaat nog meer en meer naar beneden gaan. Allee, dus echt niet meer te doen. In de gehandicapte sector, in de ziekenhuizen, de rusthuizen.